Hallo, ik ben Jeroen Pelzer en in deze film leg ik uit wat laserscanning is en wat het niet is. Wat de workflow is als je gaat scannen, hoe je de data registreert in het programma Cyclone. En wat de toepassingen zijn van 3D scannen en het werken met point clouds in bijvoorbeeld de industrie of de bouwsector. Inmeten is een containerbegrip en 3D scannen is een onderdeel daarvan. Nou, wat is 3D scannen nou eigenlijk? Een laserscanner is een meetinstrument dat meetpunten maakt. Doet niet veel anders dan dat. Het is geen fotocamera. Er bestaan veel verschillende soorten scanners en die zijn allemaal weer voor verschillende toepassingen. En ze maken verschillende soorten data. En dat levert soms verwarring op. Want alles ziet er even mooi uit. Alle point clouds zien er even mooi uit, maar de verschillen in de kwaliteiten zijn vaak erg groot. Nou, wat kun je mee met laserscandata? Oftewel de toepassingen. Nou, je kunt er tekeningen mee maken, zowel 2D als 3D. Je kunt tekeningen die er al zijn, gemaakte modellen, daarmee controleren. Je kunt er reverse engineering mee doen, bijvoorbeeld als bepaalde onderdelen niet meer bestaan, om ze na te maken. Je kunt 3D viewers maken van de scandata, zodat iedereen de scans kan zien en gebruiken. Clash detections kun je uitvoeren om te kijken of zaken wel passen, niet met elkaar botsen. Deformatieanalyses, oftewel vormcontroles. En je kunt er simulaties en visualisaties mee maken. Oké, nu gaan we eerst even kijken naar de scandata zelf, oftewel de puntenwolk. We zien hier het programma Cyclone, daar zit een map in. Als ik die openklap, dan zie je allemaal mapjes en in iedere mapje zit een scan. Als ik dit open, zo, dit dubbelklik, dan zie ik hier één gemaakte laserscan vanuit één positie. Nou, zoals verteld is een scanner een meetinstrument dat heel snel heel veel punten inmeet. Het is geen camera. Sommige scanners die meten wel met 2 miljoen punten per seconde. We doen er slechts enkele minuten over om één scan te maken. Nou, dan gaan we even kijken naar het resultaat. Dit gele driehoekje wat je hier ziet, dat was de plek waar de scanner stond. Als ik dit dubbelklik, dan zit ik met mijn hoofd als het ware in de scanner. En dan kan ik zien wat de scanner vanaf deze positie allemaal kon zien en dus kon meten. Nou, ik kan van alles en nog wat meten, tot op een straal, in dit geval bij deze poolscanner van 300 meter afstand. Alleen hij kan zichzelf niet meten, vandaar dat je hier een zwarte vlek ziet. Nou, dan gaan we even hier boven kijken, zoomen we in op de point cloud. Zo. En dan zien we dat het eigenlijk slechts alleen maar bestaat uit puntjes. En als ik heel ver inzoom, dan kun je niet meer zien welk puntje nou waarbij hoort. Dat zijn de dingen die we aan mensen leren als we bijvoorbeeld trainingen geven, het werken met point clouds. Nou, dit noemen we een ongekleurde point cloud. Je ziet wel kleuren, maar toch noemen we het zo. Die kleuren die je ziet, die zeggen iets over de reflectie-eigenschappen van de kleur van het materiaal. Het maakt niet uit of je nou 's nachts deze opname maakt of overdag. Het ziet er altijd zo uit, want de laserscanner is eigenlijk als het ware zelf een lichtbron. Dus die heeft daar geen licht voor nodig. Nou, dan gaan we even kijken naar samenvoeging van alle point clouds. Dat noemen we registreren. Hier zie je allemaal mapjes. In ieder mapje zit dus een scan. En die hebben we met elkaar verbonden in dit programma. En dat noemen we het registreren van een point cloud. Daar gaan we nou naar kijken. Dus hier zie je nu het totale file. Ik zoom even uit. Dit waren alle posities, alle standplaatsen van de scanners, die gele driehoekjes. Iedere geel driehoekje staat voor één standplaats. En dit is het totale file, het totale geregistreerde file. Nou, het registreren is dus het aan elkaar verbinden van verschillende gemaakte scans. Dat kan op verschillende methoden. Bijvoorbeeld cloud-to-cloud, plane-to-plane of met targets. Nou, cloud-to-cloud is eigenlijk heel simpel. Iedere gemaakte scan is eigenlijk een uniek puzzelstukje wat past op een ander puzzelstukje. En de software die zoekt de overeenkomsten in vormen. Nou, bij plane-to-plane wordt gekeken naar overeenkomstige vlakken met dezelfde plaats en dezelfde hoek. En we zetten ook wel eens targets in, vooral wanneer we buiten scannen. Dat zijn fysieke meetpunten die op locatie geplaatst worden. Het zijn vaak een soort schijven. En hierdoor creëren we als het ware zelf overeenkomstige punten die telkens te zien zijn in de individuele scans.
Nou, zo'n geregistreerde point cloud die kan vervolgens plek krijgen op de wereld. Dat noemen we plaatsen in het RD-stelsel. Kan ook een ander coördinatenstelsel zijn. België is dat bijvoorbeeld Lambert. En dat doen we door metingen te verrichten met een total station en een GPS. En als het ware de positie van de scanner vast te leggen daarmee. Het staat dan ook meteen correct ten opzichte van NAP. Ook maken we vaak een grondslag. Dat betekent dat we netwerk maken van meetpunten. Die laten we achter in het werk. Die zie je dus fysiek daar terug. Kan zijn dat we dat bijvoorbeeld inboren in gevels of dat we werken met meetstickers. Nou, deze grondslag kan heel handig zijn om later te kunnen bijscannen, bijmeten of om andere meetdatasets te koppelen. En om later tijdens de bouw bijvoorbeeld uitzetwerk beter te kunnen uitvoeren. Nou, dat registreren dat doen we dus in het programma Cyclone. Dat doen we niet in eenvoudige programma's zoals Recap. Hierdoor zijn we niet alleen in staat om grote datasets te maken. We kunnen tevens de data heel goed controleren en valideren en bewijzen dat deze data ook echt betrouwbaar is. En verder maken we registratie- en validatierapporten en vereffeningsrapporten. Allemaal om aan te tonen dat het hele goede data is. Vraag hier ook altijd om als je een point cloud bestelt bij de point cloud leveranciers. Dat je zeker weet dat je goede data krijgt. Nou, dus dat is een ongekleurde geregistreerde point cloud. Dan gaan we nu even kijken naar een gekleurde point cloud. Dat is een ander programma. Doet in principe hetzelfde als wat het programma wat ik net liet zien. Het registreert point clouds. Het is gewoon van een ander merk. Nou, hier zien wij ook scans. Als ik dit cirkeltje dubbelklik, dan zit ik ook weer met mijn hoofd in de scanner. Dan zien we een heel ander beeld. Lijkt een beetje Google Street View-achtig. Het is allemaal in kleur. Maar het is gewoon een point cloud. En dat ga ik even bewijzen door een stukje te selecteren. Zo. Ik knip er als het ware een stukje uit. En dan zie ik een gekleurde wolk van punten, gemaakt vanaf één positie. Als je verder inzoomt, dan zie je dat het inderdaad gewoon meetpunten zijn. Het zijn allemaal coördinaten, maar dan hebben ze een kleur gekregen. Nou, hoe werkt dat nou? Die scanner die draait een rondje, die meet een rondje. En daarna doet hij eigenlijk een rondje fotograferen. Die foto's die verbindt hij aan elkaar, maakt één grote bolfoto van. En als het goed is, dan is het centrumpunt van die bolfoto komt overeen met het centrumpunt van waaruit de meting gemaakt wordt. De foto's op de achtergrond, die zal ik even laten zien, zijn van een best hoge kwaliteit. Vanaf iedere positie wordt als het ware een bolfoto gemaakt. Deze bolfoto bestaat uit, ik geloof, ongeveer 67 verschillende foto's. En het centrumpunt hiervan komt dus overeen met hetzelfde centrumpunt als van waaruit gemeten wordt. En dan kunnen we de point cloud heel goed kleuren. En vervolgens kunnen we in dit soort programma's, dit programma dat is Laser Control, dit programma, de Cyclone van Leica, kunnen we exports maken zodat die point clouds te gebruiken zijn in tekenprogramma's zoals AutoCAD, Revit, Vectorworks, Inventor, Civil 3D en natuurlijk Archicad. En dan kunt u aan de slag, bijvoorbeeld met het tekenen met de point clouds. Nou, dan nu even iets over de datakwaliteit. Want point clouds zien er altijd fantastisch uit, maar er zijn dus grote kwaliteitsverschillen. Vaak gaat het in de communicatie in het begin al verkeerd, doordat er een aantal begrippen door elkaar worden gehaald. De grootste verwarring treedt op tussen de begrippen nauwkeurigheid, oftewel maataccuratie en resolutie. Als mensen zeggen, hoe nauwkeurig is de point cloud dan? We willen graag een nauwkeurigheid van 1 mm. Dan bedoelen ze vaak de resolutie. Oftewel de afstand tussen twee meetpunten. En je ziet hier behoorlijk wat meetpunten bij elkaar. De resolutie is de afstand tussen twee van die puntjes. En daarmee omschrijven we eigenlijk de mate van detail. De nauwkeurigheid, oftewel maataccuratie, die zegt eigenlijk alleen maar iets over de nauwkeurigheid van ieder individueel punt. De afwijking van dat punt ten opzichte van het ideale punt. Dan hebben we nog wat misschien wel het meeste uitmaakt voor mensen wanneer ze gaan werken met een point cloud, is de range noise. De mate van ruis. Nou, met ruis bedoelen we niet ongewenste objecten, of bijvoorbeeld het verwijderen van mensen of attributen die je niet wil zien in de point cloud. We bedoelen met ruis eigenlijk de point cloud sandwich, de dikte.
En die dikte, dat is echt een belangrijke eigenschap als je met de point cloud gaat modelleren. Dus daar ontstaat best wel wat datakwaliteitverschil tussen de verschillende merken scanners bijvoorbeeld. Het is bij sommige scanners trouwens ook een instelling. Je kunt de datakwaliteit van de scanner hoger instellen, om zo te zorgen dat de range noise als het ware naar beneden gaat. Dan is er nog point cloud dekking, wat ook heel belangrijk is. En dat is heel simpel, die scanner scant nergens doorheen. Dus als we hem maar vanaf één plek zouden laten scannen, en zoals hier te zien is, want dit is de scandata vanuit één plek, dan heeft het geen achterkant. Dus zoals hier te zien, alleen de voorkanten van deze opstorting zijn te zien en niet de achterkant. Dat betekent dat dit een scan is met een hele lage point cloud dekking en veel schaduw, of veel zwarte vlekken, veel ontbrekende data. Dus dat betekent natuurlijk wel dat goed afgestemd moet worden dat alles wat belangrijk is te zien is op de point cloud. Maar naarmate we meer scans gaan maken vanuit meer hoeken, wordt de point cloud dekking natuurlijk steeds groter. De workflow bij een scanproject bestaat uit het maken van een scanplan en een goede voorbereiding natuurlijk. Vervolgens gaan we naar de locatie toe en voeren we de inmeting uit. We maken dus allemaal individuele scans, zoals ik heb laten zien. Die zien we hier nog een keer. Die koppelen we aan elkaar. Dat proces heet registreren. En dat doen wij op kantoor met rekenpakketten. Dat is niet een volledige automatisering. We voeren daarna allerlei controles uit en validaties om zeker te weten dat het een hele goede point cloud is. En daarna maken we ook nog vaak viewers. Met name de online viewers, zoals de Leica TrueView Enterprise of de Jetstream Viewer. En vervolgens is de data eigenlijk klaar na een omzetting, bijvoorbeeld naar een recap-formaat. Dus een RCP of een IMP of een E57 of een PTS. Allemaal verschillende point cloud-formaten die we maken nadat we geregistreerd hebben. En dan kunt u aan het werk. Dus de data is hierna klaar voor. Gebruik in een teken- of modelleerpakket zoals Revit, Archicad of Vectorworks om bijvoorbeeld de bestaande situatie van een gebouw of terrein te modelleren, of om een bestaand model te controleren en te valideren, of om orthogonale aanzichten van de point clouds te maken, zogenaamde orthofoto's, of om simpel de vraag te beantwoorden: past het wel? Nou, even samenvattend. Een scanner, het is belangrijk om te onthouden. Een scanner maakt meetpunten. Een scanner scant nergens doorheen. Alles wat de scanner kan zien, wordt ingemeten. Het resultaat is een wolk van meetpunten. En ieder meetpunt is aanmeetbaar dus. Het bestaat uit een coördinaat, x, y, z. En eigenlijk ook uit een vector. En het is heel belangrijk om goede scandata te krijgen om mee te werken. Door goede scandata zijn de viewers goed, zijn er minder ruisproblemen, kun je beter en sneller modelleren. Zijn automatiseringen zoals vormherkenning werken goed, clash detections werken beter en er komt een hoge kwaliteit orthofoto's uit. Nou, ik denk dat je nu heel wat meer weet over 3D laserscannen en het werken met point clouds. Wil je echt heel veel weten en ervaren of dit iets is voor jou of voor jouw bedrijf? Neem dan contact met ons op en doe een keer een pilotproject. Meer informatie hierover vind je op onze website, pelshartman.nl.